beste kijkers, welkom bij mijn nieuwe tutorial. Vandaag ga ik jullie leren hoe je dingen doet. Maar voordat het kan, moet jij abonneren. Want anders werkt het niet. Nee, maar oprecht, welkom. Leuk dat je er bent. Abonneer allemaal even. En een like even. Gaan voor 3000 likes. Dat doe je daar in dat... Daar, 3000 likes. Een tijdje geleden in mijn stream, toen kwam Shifa naar mij toe en die zei... Ik wil alles kwijt! En toen zei ze, Max, jij mag alles hebben. Dus toen kreeg ik een Maserati. Geld. Althans, dat geld krijg ik in deze video. Dus ja, daar gaat eigenlijk de video om. Ik krijg letterlijk het huis van Shifa. Maar dan in geld, want ze kon het huis niet aan me geven. Dus dan krijg ik letterlijk betaald. Gewoon gratis €200.000. Dus veel plezier. Ik ben op zoek naar de intratuin, maar ik kan het ergens vinden. Ik ben op zoek naar de intratuin. Ja, ik wil graag nog iets kopen op mijn balkon. Oh, ik ben niet meer weg. Ik val je ook lekker binnen. Nog één keer, intratuin. Plantjes? Ja, je wil plantjes. Zonnebloemen, zoiets. Doe fucking normaal, joh. Oh nee. Wat is dit? Wat heb je met je haar gedaan? Je lijkt hem niet op wel. Jan, weet jij, deze vrouw heeft hulp nodig. Ze zoekt de intratuin. Weet jij waar die is? Ja, mevrouw, nee. Hij weet waar de intratuin is. Oh. Dat is niet waar ik het vind. Oké, nu moet je het zeggen. Je mag haar nu niet teleurstellen. Je mag haar absoluut niet teleurstellen nu. Ja, hij weet absoluut zeker waar de intratuin is. Dat zei die zus tegen mij. Jij aan de overkanten. Daar. Ja. Yeah. Oh, dan ga ik daar even kijken. Oké, dag mevrouw. Maar is daar wel een intratuin? Ja, gewoon wat nieuws. Wat heb jij met je haar gedaan? Hou je bek. Jij hebt geen recht van spreken, Jan. Over, dat is een pruik. Dat is een zwabber. Die heb ik zeg maar van zijn kopje. Zwabber. Oh. Meneer, kunt u even met die motor een vlammetje maken? Kunt u even met die motor een vlammetje maken? Wat is dit nou weer voor party? Ik weet niet wat voor milieuvervuiling dit is. Oh mijn god, wat is dit? Wouter, wat heb jij nou geregeld? Steek het in de fik! En deze twee dames die kwamen net in één keer tegen met Jordy. Ja, ik had een as... Oh, ik had gebeld. Hallo! Zo, jezus, Chris krijgt... En Wouter en de Joker en Jan en een oude vrouw op een scooter. Ik heb geen idee wat hier allemaal gaande is, oprecht. Hallo. Ik ben met de meeting. Doei. Wat? Welke meeting? Nee, doei. Ik kom net de stad in. Nee, doei! Wat een haat. Ik kom echt net de stad in. Nou, goedemorgen. Hoe is het om op straat te leven, meneer? Wat? Hoe het is om op straat te leven? Hoezo? Hoe het is om op straat? Ik heb gewoon een huis hoor, hallo. Volgens mij heeft meneer een knuffel nodig. Hoezo? Ja, nee, laat me met rust! Nou, ik zal me even voorstellen. Nou. Ik ben Tanisha. Ja, blijf maar even staan terwijl jullie jezelf voorstellen. Ik ben Tanisha. Ik heb, oké, ja. Ik ben single. Simon? Single. Ze is op zoek naar een man. Oh, oké. Nou, leuk. Ik niet. Ik ben niet op zoek naar een man. Hallo? Hey, makkers. Hey, Jan. Ik haat Jan echt. Maar deze man hier in die auto, kijk, rijke man, rijke stinkert, daar kan je wel mee. Stap maar in. Wie is dat? Nee. Hallo. Dat is echt voor het milieu. Een hele goede dag. Bent u klaar voor de verhuizing van spullen? Oh, absoluut. Ja. Ik neem even afscheid van Wouter en twee aparte vrouwen hier. Hoezo nu rennen? Wouter en twee aparte vrouwen? Ja, en Wouter zegt dat ik niet moet rennen, dus ik ga rennen. Nu, volgens mij is het nu veilig. Maar waar ben je? Bij je huis of? Ik ben in mijn huis. Oeh, dan kom ik er nu aan. Ik neem weer Wouter mee. Oké. Ik heb hem namelijk van straat geplukt, die arme jongen. Dus heel graag weg. Dus ik kom eraan, oké? Ik loop echt al een uur. Moet ik nog iets meenemen of? Ik ben even aan het kijken wat ik allemaal al... Ik heb het pas bij me, dus... In mijn zakken kan proppen, zeg maar. Ja, oké. Nee, ik heb het pas bij me, dus dat komt goed. Weet je hoeveel fiches je krijgt? Hoeveel? 22.000 fiches? Ja, dat meen je. Jezus. Oh mijn god. En dan krijg ik gewoon het geld van het huis of het huis zelf. Wat was het? Ja, het geld van het huis. Want de gemeente Jezus. Die is nee, oké, is prima. Vervelend. Nou, Wouter heeft een sexy kleding aangetrokken voor je. Nou, Wouter, ik krijg een huis. Waarom ben jij wel binnengelaten en ik niet? Oh, wacht. Hey! Nou ja, plunder de kast verder maar leeg. Ik heb... Wauw, het is krapper dan verwacht hier binnen. Ik heb dit vast. Krijg ik ook de spullen, de tv en zo? Ja, die kun je volgens mij niet... Ik kan ze alleen verwijderen en plaatsen. Oh, krijg ik dit goud ook? Of mag ik dit? En alle pakketjes erbovenop? Dus zijn die ook voor mij? Dat is bij zo vreemd. Hey, je hebt ook een foto van mij, zus. En nog... Ja... Iets heel raars verder. Maar oké. Wacht, ik word heel even gebeld hoor, alweer. Hey, slechte YouTuber. Hey, slechte roleplayer. Ja, je komt dus echt niet naar die meeting, hè? Ik weet hier niet eens over welke meeting je het hebt. Yo, ik heb je fucking locatie gestuurd. Ja, maar ik ben een huis aan het... krijgen. Nee, geld van huis aan het krijgen. Weer van die Shifa? Ja, maar dat kreeg ik nog te goed, omdat het vorige keer niet kon. Laat me met rust. Ik krijg gewoon... Jij zou ook ja zeggen. Ja, tuurlijk. Maar het is gewoon... Laat me met rust, jongen. Hé, ik kom er daarna aan. Nee, we gaan wel gewoon zonder jou. Maar ik had nog een dingetje. Nou? Je weet wel waar dat jullie nu mee bezig zijn. Met meerdere personen en eiland gerelateerd. Ja. Is het niet handig als van, zeg maar, van de 232.000, dat er bijvoorbeeld 50 direct bij de hoge komt, zeg maar, voor investering? Ja, ik krijg, als, ik het allemaal was, als het namens mij komt, is het nog mooi, want dan krijg ik het terug ook. Ik en dan? Nee, jij hoort niet eens bij ons. Nee, dat is waar. Maar het is wel een groot cadeautje, toch? Hij begon er, zeg maar, over. En toen had ik mij van, ja, nou je daarover hebt. Het is wel goed, ja. Ik kan het wel voorleggen bij ze. Dit is even iets waar ik over na moet denken. Wat €200.000 is ook wel fijn op je eigen bankrekening, natuurlijk. Nee, maar... Ja, maar ja, je kunt het ook zien als zijnde. Als ja, ik snap het. Als je het terug bent, kun je het makkelijker terugkrijgen als je kijkt naar de tegenstrijd in de stad. Ja, er is tegenwoordig best wel veel mensen die ook hetzelfde doen. Daarom. Dus hoe meer er beschikbaar is, hoe meer je kan bieden, waardoor dat je het... Snap je? Klopt, je hebt wel gelijk erin, inderdaad. In principe is dit nou in één keer een hele klap wat je dan voor kan zijn. Want niet iedereen heeft €200.000 liggen. Nee, ja, maar niet de hele €200.000. Nee, verdeeld zijn inderdaad. Ja, als je naar buiten gaat, dan kan ik even alle meubels door de anderen eruit halen en dan kunnen we daarna naar jou. Okay. Dan kan ik alles in je kast planten. Prima. Dan schrik je wel hoor, als je in je kast kijkt wat er in één keer in ligt. Geluksvogel. Geen mond, jongen. Jij bent ook een geluksvogel. Dat is ook waar. Hé, maar het gaat hartstikke goed tussen mijn haren. Ben je oprecht daarmee bezig? Ze zegt, en ik gisteren, ja, ik weet niet, maar ik ben hartstikke... Nou, je weet het wel. Maar toch heeft deze gozer het volgekregen om een pijl door mijn hart te krijgen. Echt? Ja, ik weet niet hoe ik het voor elkaar heb getoverd, maar ja. Ik denk dat er de snor op je buik komt. Op die beer. Ja, ook. Zo! Goedemorgen! We hebben het. Ja. Ja, hierin. Zo. Top. Oké, volg me maar. Huis. Kan er een knuppel bij of niet? Oké, volgen jullie mij naar mijn huis? Ja. Joe, tot zo. Nou, Wouter. Ik heb gewoon een koffertje met geld in de achterbak liggen. Dit is echt goed voor elkaar nou, hoor. Ja, dit is echt top, hè? Dit is echt verschrikkelijk. Dit is oprecht echt top. Hier kunnen we leuke dingen mee. Ja, ook. Wat ga je nou investeren in de gang dan ook? Ja, ik moet even met de gang bespreken. Het is al €200.000. Ja, ik heb het ook al een beetje gezegd tegen Jordy, hoor. Je krijgt het uiteindelijk terugverdiend, weet je? Ja, want waarschijnlijk krijg je toch teringhard terug. Daarom. Nou, misschien ooit in de toekomst dat ik bij jou aan kan sluiten. Bij jullie. Bij de groep? Ja. Nou, hoop ik wel, hoor. Oké, jongens, we zijn in mijn huis. Ze bellen allemaal tegelijk aan, maar we gaan eerst even mijn gun uit mijn huis pakken. Of uit mijn kast. Want ja, die wil ik natuurlijk niet... Ze gaan allemaal dingen in mijn kast leggen. Ik wil niet dat zij dat zien. Welkom, schoenen uit graag. Zo, dit is de eerste keer dat ik gewoon thuis ben bij jou, joh. Wat een mooie blote voeten. Ja, klopt. Ik heb ook een foto van mijn zus hierop gehangen. Maar hier is mijn kast, jongens. Leg hem maar in wat je kwijt wil. En afblijven wat erin ligt. Want wat erin ligt, jongens, dat heb ik lekker op zak. Ik ben wel heel benieuwd wat ze er nu allemaal in legt. En weet je wat ik zo meteen krijg? Een arme vrouw. Nou. Zo, gaan wij even kijken wat er allemaal in zit. Oké, dan gaan we even kijken. Jemig. Wat is dat veel? Je kast wordt een keertje benut. Zo, die wordt echt een keertje benut. Er zit echt letterlijk van alles in. 22.000. Viesjes, jezus. Ik zei net toch al. Helemaal top dit. Nou, let's go. Waar had ik ze ook alweer neergezet? Oh, ik heb jouw schoenen per ongeluk aangedaan, Wouter. Verdamme, is het nou weer van het smerige weer. Ah, het regent, man. Moet het nou weer regenen? Wat zou je mokkeltje ervan denken dat je in één keer zo'n tering veel geld... Ja, die onder dat aftakje gaan staan. Ja, die is blij nu. Die is hartstikke blij. Ik word weer gebeld. Ik word alleen maar gebeld. In principe is de hele bruiloft dus gewoon direct betaald. Ja, de hele bruiloft is gelijk geregeld. Ik moet zelf langs de bank. Wil je nog komen of ga je lekker je huis claimen? Nou, ik ben bijna klaar. Waar moet ik heen? Papier. Oké, ik heb een afspraak staan. Vergeet niet even langs de bank te gaan. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Ik wil je enorm bedanken. Maar voor letterlijk gratis shit krijgen. En zo hebben we gewoon €200.000 gekregen. En echt enorm veel spullen voor in mijn kast. Allemaal wapens en weet ik veel wat. Nou jongens, zetten we even het geld op de bank en dan gaan we schrikken. Want hoeveel is het dat ik op de bank zit? 220.000 storten. Jezus, hoeveel heb ik dan nog op zak? Hoeveel heb ik nu nog op zak? 14.000 heb ik nog op zak. Oh mijn god, dat moet ik ook allemaal kwijt. Ook allemaal storten. Dan hebben we gewoon op de bank. Op het moment staat op de bank. Komt-ie? 280.000 staat op de bank. En we hebben nog 1300 op zak. Nou Wouter, ik heb een meeting. Moet je even naar de inpaar. Oh, ze zijn er nog steeds. Hè? Wat erg. Waar rijdt deze auto op? Oh, jij weer. Of jullie weer. Waar rijdt deze auto op? Wielen. Op 4 wielen. Welke brandstof? Benzine. Benzine? Prachtige, milieuvervuilende benzine! Daar zijn we niet van gediend. Nou, oké. Nou, dan ga ik even op mijn heftige, niet zuinige Maserati pakken die veel te veel uitstoot. En daar ik liters benzine in gooi. Dag mevrouw. Nee, dat gaan we niet doen. Nee! Zo. Oké, jongens, nu hebben we een meeting met de Darkness waar we heen gaan. Gewoon met de boys, dus letterlijk met de Darkness. Ik heb geen idee waar het over gaat. Jordy was ongeduldig, dus we gaan het zien. Ik rijd er rustig heen. Oké, we zijn ter plaatse. De navigatie die leidde me een beetje op een rare manier. Maar ik durf wel te wedden dat ze hier boven staan, want die meeten we wel vaker. Kijk, daar staan de boys. Kijk hoe je eruit ziet. Hoezo? Was het de pil, man? Wat? Ik zie er gewoon prima uit, hoor. Maar lekker strak naar achter. Crackjunk, man. Hoezo op een crackjunk? Dat zijn gewoon gesnoven. Hoezo? Maar wat dacht je? Ik krijg geld van iemand en ik knoop gelijk. Oh, kijk. Ik ga er gelijk uitzien als een junkie. Dit had ik letterlijk al daarvoor. Geen bloempotkapsel meer. Dit is er niet beter op geworden, zeg maar. Dit ziet er gewoon echt cool uit. Hé, jongen! Het ziet er oprecht gewoon goed uit. Welk huis heb je nou gekregen dan? Niks, ik heb gewoon het geld van het huis gekregen. Hoeveel geld? 220.000 euro. En waar is ons geld? Ja, het is mammon gegund. Ja, flikker op Double Lekkiaanse hier heet. Double Lekkiaanse? Weet je wat ergens is? Ik heb die mevrouw wel eens geholpen. En jij komt gewoon als een gans aanlopen volgens mij. En heeft gewoon alles. Hey! Nee, maar jij bent die YouTuber! Laat ik alles aan jou geven! Ik til de groep eigenlijk ook wel een beetje. Ja, donder op. Je kent gewoon gaan inleveren voor die vast aan heeft.